Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. We hebben dit weekend weer twee vluchten, één oude duiven en één voor de jonge duiven. De oude duiven gaan naar Arlon en de jonge duiven naar Gennep. We hebben net de jonge duiven ingekorfd. Gisteren heeft opa de oude duiven ingekorfd. Dus we gaan zien hoe het morgen wordt. Het wordt hartstikke mooi weer, dus tot morgen. Goedemorgen allemaal. De jonge en oude duiven zijn gelost om 7 uur. Het is nu 8 uur. En we verwachten de jonge duiven binnen nu een half uur ongeveer. Ik hoop dat het een mooie vlucht wordt. En zullen zien hoe ze gaan komen. Kom maar, kom, kom, kom. Kom. Kom maar. Kom maar. Kom. 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 Nee, daar is nog één. Kom.
Kom maar. Kom. Allebei. De vreemde zit er ook nog. Nou mensen, dit was mijn eerste jonge duif, de 832. Deze die heb ik gezet voor het geen puntje wegmuntje, wat georganiseerd is door Ruud, om wat extra bedrijvigheid te krijgen in de vereniging, om wat extra's te doen, natuurlijk hartstikke mooi. We konden 3 duiven zetten en die moeten op de eerste 5 vluchten in de punten spelen. En mochten ze daar niet in komen, dan moet je een muntje inleggen. Een verenigingsmuntje. En dan de laatste vlucht wordt die vervlogen. En de duif die dan als eerste terugkomt in de vereniging, die wint de pot. Dus ja, daar gaan we voor natuurlijk. Op de jonge duivenvlucht had opa een mooie vroeger. En is die ook eerst in de vereniging. En gefeliciteerd opa, hartstikke mooi natuurlijk. Dit was de vlog. Mocht je het nou een leuke video vinden, doe even een duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, kun je dat hier beneden doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!